Goedenavond. Voor de tweede keer in één week heeft een Zimbabweaans minister, behorend tot de partij ZANU, een felle aanval gedaan op vicepremier Nkomo, leider van de andere regeringspartij ZAPU. Edgar Tekere, minister van Ontwikkeling en Planning, zei vandaag dat Nkomo een obstakel is in de voortgang van de revolutie. Hij noemde de ZANU-leider iemand die leidt aan grootheidswaanzin en drong aan op de instelling van een éénpartijstaat. De afgelopen week al had minister van Financiën Enos Nkala gezegd dat Nkomo dient te worden verpletterd. Nkomo zelf is vandaag uit Londen vertrokken naar Libië. Op het vliegveld Heathrow weigerde hij verslaggevers te woord te staan. De Baskische afscheidingsbeweging in Spanje, ETA, gaat door met zijn acties gericht tegen het toerisme. Dit is door een woordvoerder van de organisatie meegedeeld. Het strand van Laredo in de Noord-Spaanse provincie Santander is vanmorgen ontruimd na een waarschuwing voor een bomaanslag. Maar op het bewuste moment gebeurde er niks. Wel zijn in een universiteitsgebouw in Pamplona door een bomaanslag het computercentrum in de aula verwoest. Verder is in Spaans-Baskenland voor de tweede keer binnen 24 uur een transformatorstation door een ontploffing beschadigd. Verscheidene plaatsen zaten een uur lang zonder stroom. President Sadat van Egypte heeft vandaag anderhalf uur gesproken met de onafhankelijke Amerikaanse presidentskandidaat Anderson. Sadat zei later dat hij tevreden was over de uitleg van Anderson, over opmerkingen die hij in Israël had gemaakt over de toekomst van Jeruzalem. Anderson had daar gezegd dat hij vond dat die stad bij Israël hoort. Volgens Sadat is nu duidelijk geworden dat Anderson Jeruzalem beschouwt als een kwestie die pas kan worden opgelost nadat overeenstemming is bereikt over volledige autonomie voor de ruim 1 miljoen Palestijnen in bezet gebied. De Islamitische Conferentie in Amman wil in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een gezamenlijk voorstel indienen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Volgens wel ingelichte bronnen in de Jordaanse hoofdstad zouden de 42 deelnemende landen het al vrijwel eens zijn over zo'n voorstel. De inhoud ervan is nog niet bekendgemaakt. In Polen duren de proteststakingen tegen verhoging van de vleesprijzen voort. Dat is in Warschau bekendgemaakt door het Dissidentencomité voor Maatschappelijke Zelfverdediging, COR. Volgens het COR is er sinds begin juli in 23 fabrieken gestaakt. De Poolse autoriteiten hadden gisteren meegedeeld dat de stakingen waren beëindigd nadat aan de arbeiders prijscompensatie was beloofd. Het nieuwsoverzicht. Het kabinet is nog niet uit de problemen rond de begroting. Voordat de meeste ministers op vakantie gingen, is er wel vastgesteld hoe de lasten worden verdeeld over de ministeries. Na de vakantie, half augustus, praat de ministerraad verder over het te voeren sociaal-economisch beleid. De Amerikaanse gijzelaar Queen, die gisteren uit Teheran in Iran mocht vertrekken, is van Zurich overgebracht naar Wiesbaden in West-Duitsland. Daar kwam Queen vanmiddag aan. Hij werd meteen naar het Amerikaanse legerhospitaal gebracht. Wat de jonge Amerikaanse diplomaat mankeert, is nog steeds niet helemaal duidelijk, al wordt zijn ziekte geweten aan een zenuwaandoening. In Iran zijn 7 mensen omgekomen bij de mislukte staatsgreep van eergisteren. Meer dan 100 mensen zijn gearresteerd. Duidelijk is dat 1 of meer onderdelen van de luchtmacht betrokken zijn geweest bij de mislukte machtsovername. Enkele duizenden militairen woonden in Hamadan, 350 kilometer ten zuidwesten van Teheran, de begrafenis bij van een luchtmachtsergeant. Die was bij het neerslaan van de staatsgreep gedood. Op deze eerste zaterdag van de bouwvakvakantie was het vergeleken met vorig jaar minder druk, zowel op Schiphol als op de wegen. In het land schijnt er nog genoeg plaats te zijn op campings en bungalowparken. In vorige jaren veel, vooral lange files. Vandaag was daar geen sprake van. Rond het middaguur was het nog het drukst op de autosnelwegen. Ondanks de regen toch geen massale uittocht uit Nederland. Vakantiegangers in Friesland konden vandaag bij Grauw kijken naar het begin van het jaarlijkse scootjesilem. De eerste wedstrijd werd gewonnen door het scootje van Langweer met schipper Lammert Zwaga. Op het Pikmeer bij Grauw stond vandaag een flinke wind. De weersverwachting tot morgenavond: zwaar bewolkt met af en toe regen. Middagtemperatuur rond 15 graden. Tot krachtig of hard toenemende zuidwestenwind. De vooruitzichten voor maandag en dinsdag: veel bewolking, enige tijd regen en mogelijk onweer. Weinig verandering in temperatuur. Goeienacht.